Maar van de Eredivisie stad als Tilburg met Willem II is dat natuurlijk geweldig. Super. Magnifiek moment om hierbij te zijn. De wedstrijd tegen Sparta, je werd op schouders gedragen. Teamprestatie? Ja, vooral teamprestatie. Hoe we de laatste maanden werken, en dat is ongelooflijk. We hebben een moeilijke tijd gekend dit seizoen. Maar fantastisch hoe we hier naartoe gelicht hebben en afgemaakt hebben. En persoonlijk, samen met onze keeperstrainer, hebben we altijd, we zijn een team. De twee keepers zijn onze keeperstrainer. Wij hebben hard gewerkt en uiteindelijk beloning gehad. Ja, even kijken, net voor de winterstop. Ja, toen had je ooit gedacht, toen, dat je nou hier zou staan in deze setting? Ik wist al wel zeker. Vijfde gingen worden en playoffs gingen spelen. En uit ervaring weet ik dat in de playoffs alles kan. Dus daar zie je het wel. Ja, en het publiek, fantastisch. Ja, dat is heel het seizoen al zo. Die mensen hebben ons vandaag de goal gesleurd. Fantastisch. Dat is mijn assistent-trainer John Veskes. John, proficiat. Ja, dank u wel. Ja, vorig jaar op dit moment een heel ander gevoel, hè? Ja, dat is één extreme naar het andere. Hè. Dus uiteindelijk vorig jaar diep teleurgesteld dat we gedegradeerd zijn.
Ja, dat maakt natuurlijk spelen in de eerste divisie wel, wel leuk, want dan maak ik weer een feestje mee sinds lange tijd. Dus dat is ook wel heel leuk. Ja, het was nog even spannend. In de eerste helft had Denny Guy nog de mogelijkheid om met de sliding meteen de 2-0 te maken. Dat maakt het nog spannend. Nou, ik denk dat we de eerste helft heel goed speelden. We hadden controle, we creëerden kansen. En de tweede helft ging de Bossen natuurlijk alles of niks spelen een beetje. En opportun, en daar hadden wij toch wel weer problemen mee. Dus eigenlijk kwam het goed uit dat we even 10 minuten naar binnen konden. Ja. Dus ik ben de Bosfan heel erg bedankt dat we even 10 minuten naar binnen konden. Een reactie op deze wedstrijd. Ja, allereerst de felicitaties naar Willem II. Terugkeer in de Eredivisie. En, ja, voor ons is het natuurlijk een enorme kater dat we het net niet hebben gehaald. Een mooi jaar achter de rug, maar uiteindelijk gaat het net niet. En, dat telt niet in de sport. Waar hebben jullie het verloren? Hier of thuis? Nou, ik vond over twee wedstrijden Willem II wel wat meer ervaring hebben. Die waren ook zo goed als volledig. En wij hebben toch deze week wat tegenslagen moeten verwerken met elkaar. Dus we hadden geen ideale voorbereiding op die wedstrijden. En vandaag hebben we nog meer te verwerken gekregen in de wedstrijd. Met een blessure van Ronnie Reniers en nog een rode kaart van Sanchez. Al met al konden we het niet meer opvangen. En dat werd ons vandaag te veel. Hoe ging de wedstrijd van vandaag? Ja, ik denk dat we vandaag gewoon eigenlijk de hele wedstrijd wel gecontroleerd hebben. Den Bosch komt vooral voor de counters. En wij proberen wel te voetballen. Ik denk dat we een goede 1-0 maken. En dat we daarna toch wel op zoek blijven naar de 2-0. Zij gaan alles of niks spelen met een extra spits. Ja, die pakt rood. Dat is voor ons natuurlijk wel heel gunstig. En net na de ervaring, meteen 5 seconden daarna, zit er de 2-0 binnen. Ja, dan weet je waar ik wel dat binnen is. Wat? Met plezier weg bij Willem II. Ja, nooit. Willem II is mijn club en zal altijd mijn club blijven. Alleen, er komen soms nieuwe dingen op je pad. En dat is voor mij nu Lierse. En daar kijk ik met heel veel plezier naar uit. En dat is weer een nieuw hoofdstuk van mijn carrière. Maar ik ga nu gewoon de komende 3 dagen eerst maar eens flink feest vieren met alle Tilburgse mensen die Willem II een warm hart te vragen.